Inderdaad, we hebben misdenders 2009, 2010 aan de lijn. Dag Jolien van de Moortal. Hallo. Jolien, stel jezelf eens even voor aan onze luisteraar. Ik ben Jolien van de Moortal, ik ben 17 jaar en ben afkomstig uit Zwolle. Mijn hobby's zijn dansen en ook kandideer ik zelf voor de eerste tour van Dender. En waarom heb je deelgenomen aan die verkiezing, Jolien? Ik wou mijn zelfvertrouwen opkrikken en ook dromen een tijdje van om eens aan de misverkiezing deel te nemen. En hier was mijn kans. En hoe ken je juist de club FC Dender? Wat lief? Hoe ken je de club FC Dender? Vanwaar? Twee jaar geleden heb ik mijn vriend Aaron leren kennen, die zelf derde keeper van de eerste ploeg is. Via hem ben ik bij Dender geraakt en ik ben dan ook via Luc van Damme bij de cheerleaders geraakt. En zo ben ik bij Miss Dender zelf terechtgekomen. En vertel eens even over de avond van de verkiezingen zelf. Wat heb je dan allemaal moeten doen? Eerst hebben we ons in het sportkleding moeten voorstellen. En hebben wij ook een vraag over de club zelf gekregen. Nadien hebben wij een persoonlijke act moeten doen. Dan achter de persoonlijke act hebben wij een defilé in de kledij van introfesten moeten doen. En in de avondkledij werd de misdenner bekendgemaakt. En was het al snel duidelijk dat jij ging binnen of was het spannend tot de laatste minuut? Het was spannend tot de laatste minuut. Alles verliep normaal, juist tot de bekendmaking zelf werd het heel erg spannend. Maar naarmate dat de twee eredames vernoemd waren, begon ik een beetje stress te krijgen. Je hoopt natuurlijk dat je naam afgeroepen wordt als misdinner en dat is bij deze dan ook wel gebeurd. En ondertussen is die verkiezing al enkele weken verder, Jolien. Wat heb je in de tussentijd al gedaan? Ik ben al naar een car washing gegaan voor een goed doel. Dat was in een school in Denderleeuw. En die deden een car wash met de winst die ze daarop maakten. Gingen ze een zeehondje adopteren. En vrijdag, die het voorbij is, ben ik met een spelertje van inschoot naar een dood moeten gaan van de teter zelf. Dat was van de kleine Denderboy. En daar deden zij een voorstelling van Christel in het schoot zelf. Was dit je eerste misverkiezing, Jolien? Ja, dat was mijn eerste misverkiezing. En heb je de smaak te pakken? Ga je nog aan andere misverkiezingen meedoen? Het was wel leuk, maar ik ga eerst mijn school afmaken. En wie weet, die neem ik wel nog aan andere misverkiezingen deel. Oké, nogmaals proficiat, Jolien. En ook nog heel veel succes met alles wat je nog wil doen. En heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor deze babbel. Dankjewel, ja, jullie ook. Oh,